De Jeu de Boelvereniging in Kekerdom heeft de sleutels van de Jeu de Boelbaan en het schuurtje wat erbij hoort, overgedragen aan de gemeente Bergendal. De laatste beheerder van de baan is te oud geworden om die nog langer te onderhouden. De gemeente moet nu op zoek naar een nieuwe beheerder. We hebben inmiddels wel de sleutels gekregen omdat de gebruiker er niets meer mee kon. We hebben nog geen bestemming omdat onze eerste stap nu is om te kijken van vinden wij mensen bereid en geïnteresseerd om hier weer iets mee te gaan doen. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan moeten we gaan kijken, gaan we het opruimen, gaan we er een andere bestemming aan geven. We hebben de inwoners gevraagd, als jullie een ander idee hebben, een andere invulling denken te kunnen geven aan deze baan, laat het ons weten. We denken graag met jullie mee, praten met jullie mee om te kijken dat we het kunnen activeren. Er zijn ook andere vormen denkbaar. Ik hoop dat er veel vraag naar komt, want het is een heel mooi plekje waar uh, toch een heel aantal mensen heel veel plezier aan hebben beleefd. Het brengt ook een stukje leerbaarheid uh, met zich mee, een beetje reuring in de omgeving. Dus we hopen dat hier uh, mensen opstaan en zeggen: Nou, dat is eigenlijk wel een mooi plekje waar we iets mee willen en iets mee kunnen. Uh, wat wij verwachten van de mensen die het gaan overnemen, is dat zij de jeu de Boelbaan bijhouden en dat zij het, uh, het hutje wat daar staat uh, bijhouden.